Nou zijn er uh, volgens mij ook spelregels bij je samenwerken waar je aan moet voldoen. Ja, ja, ja spelregels is een, uh, een groot woord, want je kunt misschien wel honderd spelregels bedenken. Mm -hmm. Maar ik heb wel een aantal basisregels of een, basis, een aantal basisdingen die georganiseerd moeten worden, waar je rekening mee moet houden als je een, een samenwerkingsrelatie wil opzetten. En het begint eigenlijk altijd bij jezelf. Heel belangrijk is dat je in eerste instantie uh, goed nagedacht hebt over wat wil ik bereiken. Ja. Wat, zijn, What's in it for me? wat zijn mijn doelen? Ja. En waarvan vind ik dat ik iets wil waar ik anderen bij nodig heb? En dat wat je dan wil bereiken moet je zo goed mogelijk benoemen. Mm -hmm. Het tweede is dat je dan ook wel het netwerk moet kennen. Je moet weten wie je kunt benaderen. Dus je moet niet alleen je klanten kennen of je toeleveranciers, maar ook wat ze dan ook wel eens complementeurs noemen, hè? partners die je aan kunnen vullen, ja. maar ook je concurrenten. Dus je moet het hele speelveld kunnen overzien. En dat moet je ook op een of andere manier bijhouden. Ook dat kun je heel gericht en zakelijk. En daar kun je de rest van je organisatie ook bij betrekken. Kun je dat opzetten? Plannen. Plannen. Ja. Het derde is dat je. En je kunt, sorry, ik kom er even op terug. Je kunt ook heel goed plannen. Um, wanneer je dat netwerk ook gaat bezoeken. Met welke netwerkbijeenkomsten of netwerkclubs ja, je precies. betrokken wil zijn. Ja. Ja. Het derde wat heel belangrijk is om te weten. is wat je sterke en zwakke punten zijn als organisatie. En wat je vaak ziet bij ondernemingen is dat die dan toch de neiging hebben om de zwakke punten een beetje onder te belichten en de sterke punten uit te lichten. Maar het is juist in samenwerking zo dat je een partner zoekt die jou helpt je wat minder goede punten te accentueren. Dus die zwakke punten, die moet je ook kunnen benoemen. En niet in de zin van, nou daar zijn we nou echt helemaal niet goed in. Maar wel in de zin van, om dit te kunnen bereiken kunnen we daar nog een beetje hulp in gebruiken. Mm -hmm. Nou als je dat hebt gedaan, als je dat voor jezelf voor ogen hebt dan is het de truc om partners te zoeken, te vinden. En dan komt het moeilijkst in het hele samenwerkingsproces: het vinden van een win-win combinatie. Een vorm van samenwerking waarin je iets zelf iets bereikt wat je graag wil, jouw partner iets bereikt wat hij graag wil, en dat je samen ook nog iets neerzet waar je ook met z'n tweeën trots op bent. Hmm. En eh, dat klinkt heel zweverig, want ondernemers zeggen vaak: van dat is, eh, dat is onzin, want ik ga voor mijn eigen zaak. Maar mijn ervaring is dat vaak de verrassingen in kleine hoeken zitten. Eh, ICT-leveranciers die bijvoorbeeld graag eh, met die onderneming aan de slag willen, omdat die onderneming nou juist iets kan toevoegen aan hun portfolio. Of. Een onderneming die juist met een ICT-organisatie iets wil doen, niet omdat die ICT-organisatie iets goed kan op zijn vakgebied, maar omdat die ICT-organisatie iets kan toevoegen vanuit het netwerk. Dus daar zitten um, allerlei mogelijkheden. Nou, interessant. Spelregels, daar hou ik wel van. We gaan luisteren naar Boudewijn de Groot met Pieta.